De jaren tussen je 20ste en je 30ste zijn fantastische jaren waarin jij meer geld gaat verdienen voor jezelf. De meeste twintigers maken zich dan ook totaal geen zorgen over wat zij kopen in die periode. Met als grootste reden dat zij nog weinig druk voelen, zij weinig vaste lasten hebben, zij nog niet getrouwd zijn, nog geen hypotheek hebben, geen dure auto's kopen en bovenal vooral heel veel plezier willen maken. Maar de waarheid is, als jij slimme financiële keuzes kan maken als twintiger, ben je niet voor maar 10 jaar, dus tussen je 20ste en je 30ste, vrij, maar kan jij vrijheid creëren voor de rest van je leven. Maar begrijp me niet verkeerd, hè? Dit betekent niet dat jij totaal geen plezier kan maken en alleen maar moet gaan rekenen van oké, wat moet ik met mijn geld doen? Maar het betekent wel dat als je tussen de 20 en 30 bent en nu de juiste keuzes maakt op financieel gebied, dat het je hele leven kan veranderen op een positieve manier. Want de keuzes die jij nu maakt, nu jij financieel nog de ruimte hebt en niet te veel druk ervaart, zijn van essentieel belang. En ben jij jonger dan 20, dan is het nog beter en dan moet jij ook gaan opletten wat ik hier te vermelden heb in deze video. Dus dit zijn de aankopen waarmee ik 100.000 euro's heb verdiend terwijl ik vanaf nul begon en die voor jou hetzelfde kunnen doen. En elke aankoop is anders, maar is van cruciaal belang geweest om dit te bereiken. Dus zorg dat jij tot het einde blijft kijken als jij dit ook voor jezelf waar wil maken. De eerste aankoop die jij moet doen is zorgen dat je een side hustle start. Wil jij niet in de bioscoop werken en de hele tijd opgejaagd worden door je manager of bij een bedrijf werken en constant je manager die zeurt dat je harder moet gaan werken? Dit hoeft niet jouw werkelijkheid te zijn en daarom is het zo belangrijk dat jij een side hustle start om te zorgen dat het laat zien wat er nog meer mogelijk is en op welke manieren jij allemaal geld kan verdienen in jouw leven. Want dit hoeft niet jouw werkelijkheid te blijven voor de rest van je leven en als jij dat inziet, dan gaan er heel veel deuren voor jou openen doordat jij dus een side hustle start. En als je er echt veel geld mee wil gaan verdienen, uiteindelijk je baan wil opzeggen, dan moet jij zorgen dat je het niet meer als side hustle gaat zien, maar je echte business. Maar ten aller tijde is het goed om naast je baan of naast je huidige werk te zorgen dat jij gewoon iets nieuws probeert. Waarom? Omdat jij nu als twintiger nog weinig druk ervaart en dus ook meer fouten kan maken. En het dus ook niet erg is als jij een keer investeert in het starten van een side hustle en daar een paar keer mee op je bek gaat. Want het hoeft maar één keer te lukken en dat kan ervoor zorgen dat jij de rest van je leven meer vrijheid ervaart. Maar om een side hustle te starten heb je natuurlijk wel nodig een laptop. En het is zo ziek om te beseffen dat dit laptopje heeft ervoor gezorgd dat ik miljoenen in online sales heb gemaakt en dus eigenlijk mijn complete leven heeft veranderd. Dus daarom is het gewoon goed om te investeren als twintiger in een nieuwe goede laptop om te zorgen dat jij daar gewoon op kan werken en je geld kan gaan verdienen. Want als ik er miljoenen mee kan verdienen, dan kan jij dat ook. Dus zeker een van de belangrijkste aankopen die jij kan doen om te zorgen dat je meer geld gaat verdienen. Oké, voordat we verder gaan naar de volgende belangrijkste aankoop als twintiger, wil ik iets mededelen. En dat is dat 74% van de mensen die regelmatig naar mijn channel kijkt, niet geabonneerd is. En mijn doel is dat jij een nieuwe vorm van educatie krijgt en jij dus zo snel mogelijk online geld gaat verdienen. En als jij daarom kijkt naar deze video's, zorg dan dat je abonneert, zodat ik nog meer van deze waardevolle video's kan maken, zodat we samen naar de top kunnen schalen. Yes, laten we verder gaan. Ik heb een vraag aan jou. Wat is de laatste keer dat jij hebt meegelopen met een miljoenenbedrijf? Wat is de laatste keer dat een miljardair jouw advies heeft gegeven over het leven en over jouw business? En wat is de laatste keer dat jij kritisch naar je eigen leven gekeken hebt? Precies, dit gebeurt veel te weinig en daarom is het lezen van boeken en het investeren in boeken als twintiger zo belangrijk en zo essentieel voor jouw groei en om meer geld te gaan verdienen. Want als je er heel simpel over nadenkt, is het eigenlijk bizar dat miljonairs, biljonairs, succesvolle mensen met tientallen jaren aan ervaring alles wat zij geleerd hebben over een bepaald onderwerp in een boek zetten van 200, 300 pagina's. En dus jou al die kennis in hoe lang jij bezig bent met dat boek kunnen gaan vertellen. En heel eerlijk, dit is misschien wel wat voor mij het meest heeft veranderd. Ik weet nog dat ik het eerste boek wat ik ooit las, Rich Dad Poor Dad, dat mijn hele leven veranderd heeft. Puur omdat het gewoon je horizon verbreedt en het geeft je gewoon extra kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn als jij niet die boeken had. Dus de perfecte aankoop voor jou als twintiger, zorg dat je meer boeken gaat lezen. Want als je dat niet doet, dan leer je niks extra's en dan is de kans groot dat jij op dezelfde situatie gaat blijven als waarin jij je nu verkeert. En de volgende aankoop die belangrijk is om de juiste financiële keuzes te maken als twintiger is het gaan naar masterminds of live events. En het geldt eigenlijk hetzelfde als voor boeken lezen. Dit is voornamelijk om jouw horizon te verbreden en om meer kennis te vergaren. En dan denk je misschien van oké, waar moet ik heen? Hoe doe ik dat dan? Met wie ga ik dan? Kijk, ik zeg je heel eerlijk, in het begin van mijn journey dacht ik ook van ik vind het te spannend om daarheen te gaan of het is eng en ik ken daar niemand. Maar dit moet nooit een reden zijn voor jou om niet te gaan. Want al deze informatie gaat essentieel zijn voor jou om als twintiger nieuwe deuren te openen en naar een nieuw level te gaan. Dus ga een keer naar een mastermind, google een keer naar live events binnen de business die jij wil gaan starten of het onderwerp wat jij interessant vindt en ga daar gewoon heen. Investeer daar een paar honderd of een paar duizend euro in en
en gaat zien dat het het waard is. Geloof me, dat is echt een van de belangrijkste aankopen die jij kan doen als twintiger. Oké, dan de volgende aankoop die jij moet doen om te zorgen dat jij de juiste financiële beslissingen maakt. Vind jij het niet gek dat na studie, waar de mensen voor betalen, zo'n 8000 euro als je 2000 euro per jaar betaalt, dat ze daarna eigenlijk stoppen met leren en het investeren in hunzelf? Want je studie is een investering in jezelf, maar daarna, de meeste mensen, 80-90% van de mensen, gaat daarna niet meer in zichzelf investeren en geeft het liever uit aan wintersportjes, dure vakanties en andere dingen waar je niet zelf een beter persoon van wordt. Als je dat weet en als je dan ook weet dat als jij dus wel in jezelf blijft investeren, en dat is dan ook de aankoop die je doet, het investeren in nieuwe kennis voor jezelf, en je blijft dat doen, dan ga je automatisch al bij die 10% horen die dus meer kennis heeft en dus ook meer kan gaan verdienen over tijd. En daarom is dit zo'n belangrijk iets om te doen, het investeren in jezelf als twintiger, omdat je dan al weet van oké, de rest doet het niet, ik wil niet average worden, dus als ik het wel doe, dan ga ik daar gewoon ver en ver op vooruit en ga ik uiteindelijk meer geld verdienen en meer vrijheid voor mezelf creëren over de lange termijn. Ik weet het nog goed, de eerste investering die ik deed in mezelf na mijn studie was een cursus van 500 euro, een dropshipping cursus. Ik vond het fucking spannend. Ik vond het echt eng. Ik heb het gedaan en nu, een paar maanden geleden, heb ik 40.000 euro in mezelf geïnvesteerd in een nieuwe mentor. Heb ik in één keer betaald en ik vond het eigenlijk helemaal niet meer spannend, omdat ik er een habit van gemaakt had. Een gezonde habit dat ik gewoon investeer in mezelf om meer te weten, want ik weet als ik dat doe en blijf doen, dan loop ik straks zo mijlenver voor op de mensen die dat niet doen en kan ik daarmee met die skills die ik dus leer ook veel meer geld gaan verdienen, wat dus voor de lange termijn een fantastische financiële beslissing is. Dus start daarmee en investeer in je kennis. Dan, de volgende aankoop die jij moet doen als twintiger is het investeren in Bitcoin. En laat me uitleggen waarom dit belangrijk is. Net zoals de bubbel, de internetbubbel in de jaren 90, is Bitcoin een nieuw iets waar gewoon een gigantische groei in zit. En ik geloof er heilig in dat dit een once in a lifetime opportunity is, waarin als jij hierin investeert, dat jij gewoon weet dat jouw geld meer waar gaat worden voor de Bitcoins die jij hebt aangekocht. En laat ik hier wel bij zeggen, dit is uiteraard geen financieel advies. Hoe ik het gewoon doe, is ik heb mijn main business, wat dus mijn side hustle was, heb ik mijn main business gemaakt en het geld, een deel van het geld waar ik daarmee maak, stop ik in crypto en ook alleen in Bitcoin, want ik ben verder verre van een specialist of een expert op het gebied van crypto. Ik zorg gewoon dat ik alleen in Bitcoin investeer. Ik heb de rendementen op Bitcoin van de afgelopen paar jaar heb ik op een rijtje gezet. Dat zag er gewoon echt heel goed uit in vergelijking met de rest van de investeringsmogelijkheden. En dus allokeer ik een deel van mijn vermogen in Bitcoin en raad ik ook aan voor jou om dat te doen met een klein percentage wat je kan missen en waar je dus niet in principe naar om hoeft te kijken. Dus wel belangrijk om nog even mee te geven. In mijn ogen moet dit nooit je primaire business zijn, want jij moet iets bouwen waar je constant geld uit terugkrijgt om te kunnen leven en ook om opnieuw te investeren. Maar als jij geld aan de zijkant hebt, dan kan je daar zeker een deel van in Bitcoin stoppen om te zorgen dat jij je geld niet op de bank houdt waar het toch niks doet, waar het alleen maar minder waard wordt. Als jij de juiste keuze maakt als twintiger om in Bitcoin te investeren, daar later in je leven van kan genieten. Als je tot hier gekeken hebt, dan heb ik nog een bonus voor je, maar laat mij eerst even weten in de comments welke aankoop tot nu toe de favoriet was die ik heb opgenoemd en welke jij als eerste gaat doen. Dat gezegd hebbende, zorg ook dat je altijd investeert in je eigen gezondheid. Want dit is natuurlijk de keerzijde van hard werken, veel met je toekomst bezig zijn, daar de juiste keuzes in proberen te maken, dat je soms vergeet door dat harde werken dat er één ding het allerbelangrijkste is. En dat is letterlijk jij en dat jij gezond bent, dat jij goed voor je lichaam zorgt. Want heel eerlijk gezegd, ik heb dat een tijdje zwaar onderschat, maar als je dan een keer ziek wordt en je kan niks meer, dan ga je pas echt beseffen hoe belangrijk het is dat jij gewoon voor je body, voor je tempel zorgt, zodat jij scherp bent, altijd de goede keuzes kan maken en daarin ook de juiste keuzes maakt voor de lange termijn. Tot slot wil ik je nog één ding meegeven en dat is, als twintiger heb jij dus de tijd om fouten te maken. En zie het ook echt zo en hou altijd dat lange termijn plaatje gewoon in je hoofd. Waarom? Ik zie zoveel mensen die nog zo jong zijn, maar die zo toxic bezig zijn met zo snel mogelijk veel geld verdienen, dat zij vergeten dat zij eigenlijk maar één home run nodig hebben om te zorgen dat zij de rest van hun leven eigenlijk goed zitten en vrijheid hebben of de situatie creëren waar zij heen willen. En daarom, zorg dat jij niet hoort bij die mensen die snel geld willen verdienen en als het dan niet lukt, dat ze of zeggen dat ze gescamd zijn of dat een bepaald ding niet werkt. Want het heeft puur gewoon met je mindset te maken en hoe je erin staat. Dus zorg dat jij dit niet bent. Focus op de lange termijn. Omring je met mensen die, net zoals jij, ervoor willen gaan, slimme keuzes willen maken en die niet alleen maar gefocust zijn op feestjes pakken, wintersportjes, geld uitgeven, maar ook
ook daadwerkelijk bezig zijn met de lange termijn. Want dan ga jij echt de groei zien. En dan gaan deze 7 aankopen jou ook helpen om het juiste leven voor jezelf te creëren. Wees wijze met je geld. Zorg dat jij het niet uitgeeft aan designer kleding, dure vakanties of andere dingen die over de lange termijn alleen maar minder geld opleveren en minder waard worden. En dan ga jij vrijheid voor jezelf creëren. Zo, dat was hem. Wil jij nou een side hustle gaan starten om daar uiteindelijk je bedrijf van te maken en een goede financiële keuze te maken? Ik heb een video gemaakt die precies uitlegt hoe jij kan starten. Hij staat hieronder, dus zorg dat je hem bekijkt en dan zie ik je in de volgende.